De Israëlische premier vertelde tijdens een televisieinterview dat hij het leger naar een gebied vol met vluchtelingen gaat sturen. Those who say that under no circumstances should we enter Rafah are basically saying lose the war. Het gaat om dit gebied. Hier leven honderdduizenden mensen, bijvoorbeeld in dit soort tentjes op de kale grond. En er staat een enorm groot hek, waardoor ze Gaza niet uit kunnen. Het Israëlisch leger trekt vanaf het noorden naar het zuiden door Gaza. Op zoek naar leden van de terroristische groep Hamas. De afgelopen maanden zijn 1,5 miljoen mensen voor het geweld en de bommen gevlucht naar de stad Rafah. Het Israëlisch leger is daar nu ook aangekomen en ze willen de Hamas-leden aanvallen die zich daar nog schuilhouden. Om die uit te schakelen gaat het Israëlische leger dus met zijn soldaten het gebied in, zegt de Israëlische premier Netanyahu. We're going to do it. We're going to get the remaining Hamas terrorist battalions in Rafah, which is the last bastion. Maar er zitten dus ook bijna 1,5 miljoen vluchtelingen. Er zijn al 30.000 Palestijnen omgekomen tijdens de oorlog. En de angst is dat dit er nog veel meer kunnen worden als het leger in het gebied gaat vechten. Waar alle vluchtelingen heen moeten, is niet duidelijk. They can't just disappear. Where are they supposed to go? No, well, the areas that we've cleared north of Rafah are plenty of areas there. But we are working out a detailed plan to do so. Maar in het noorden is heel veel verwoest. Veel landen maken zich enorme zorgen over de vluchtelingen. Ze blijven Israël en Hamas oproepen om zo snel mogelijk het geweld te stoppen.